Ja, dit zit bij elkaar. Sowieso. Maar gaan die ook hetzelfde doen? Want hij wil natuurlijk alleen maar doen. Zal ik gewoon hard... Ja. Ja, maar. De regisseur, die gaan allebei op Milena, weet ik bijna zeker. Jordi weet het ook bijna zeker van dat hij dat gaat doen. Als wat uit hun monden komt, als dat klopt en zij gaan niet meer veranderen, gaat dat gewoon gebeuren. Dat is wat ze tegen mij hebben gezegd. Dylan en Brandon, geloof ik niet meer dat ze hebben vorige keer natuurlijk gedeeltelijk op Gerrit gestemd. Ik denk dat ze allebei... toen heeft Brandon sowieso al één stem aan Milena gegeven. Hij gaat volledig op Milena, weet ik bijna ja, zeker. Ja, Dylan ook, heb ik gehoord. Ja. Milena gaat of op Dylan, zo is mijn Milena gaat op Dylan, ja. Dus dan is dit klopt helemaal. Haar, dat wou ik vandaag vragen. Was ik heel erg nieuwsgierig aan wat zij gaat doen. Wie? Zij. Wat wij doen. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Dus dat maakt het in principe niet uit wat ik doe. Maar ik heb bij jou een beetje het gevoel nu met stemmingen dat je een soort van wil laten zien van ik hoor nergens bij. Klopt dat? Ik wil mijn eigen keuzes maken, dat klopt zeker. Maar ik zal een aantal mensen nooit laten vallen. Hm. En dan weet jij donders goed hoe dat precies zit. Maar goed, dat is natuurlijk bij dit soort dingen nog niet aan de orde. Nee. Dat is, nee. Zo heb ik het. Maar ik ga geen front vormen met wat dan ook. Nee, dat ga ik inderdaad niet doen. Ik wil graag namelijk bij mijn eigen keuze blijven. Want er gaat namelijk een keer een probleem komen. Oké, laat ik gewoon direct open kaart stellen. Sommige mensen willen Shelly bijvoorbeeld. En Mariska zou heel snel Shelly eruit willen stemmen. Misschien Gerrit ook wel, misschien jullie ook wel. Shelly gewoon. Helemaal niet. Nee. Nee, die hoeft voor mij echt voorlopig nog niet weg. Dat is iemand die bij mij aan mijn hart gaat, waar ik heel lang mee heb samengewerkt. Het kan soms zijn dat wij het contact even niet lekker lopen. Maar die stem ik er niet heel snel uit. Nee, snap ik. En dan heb ik geen zin om jullie daarin te belemmeren en mezelf daarin te belemmeren. Want ik wil niet iets tegen mijn zin doen wat bij mij niet goed voelt. Nee, maar dat moet je ook absoluut niet doen. Ik vraag me alleen af als iemand van onze groep dadelijk verdedigd moet worden. Maar dat heb ik altijd al gezegd. Ja. Daar zou ik altijd mijn best voor doen dat die zo dicht mogelijk... Daarom vraag ik het ook. Omdat ik precies wat Jenny zegt, dacht ik al van jou. Ja. Er zullen een aantal mensen zijn die ik... Maar ja, het wordt voor mij ook... als we straks moeten gaan stemmen, zullen er voor mij een aantal lastige...